Welkom. Wij zijn Jeremir. En wij reageren op social media berichten. Hey Martijn. What the fuck? Een hetero steward aan boord van ons toestel? Is daar niets meer heilig? Ik ben benieuwd waar. Ik ben geweldig. Is daar niets meer heilig? Oh, die vind ik mooi. Nee. Wat ik me nou echt afvraag, zouden dit dan een soort van gecheckt hebben? Oh! Ja! Ja, wie kan deze vraag beter beantwoorden dan jij? Vertel. Nee, dat is waar. Er zijn in het hele luchtvaartgebeuren ook echt wel hetero stewards en pursers. Ja, zie je? Met vrouw en kind. Het grappige is trouwens, als je kijkt naar hoe het hele steward gebeuren, hoe dat ooit ontstaan is. Mm-hmm. De allereerste air host, ik zeg het al, was ook een man. Ja. Dat was helemaal geen vrouw aan boord. In die tijd dat dat ontstond, mochten vrouwen een carrière hebben aan de keuken. De vraag blijft, Martijn, heb je het gecheckt? Een van de oudste ter wereld met er komen meer dan 1200 archeologische opgravingen en thuishaven van het monument. Staat er nou Parthenon? Weet jij welke stad onze crew zich bevindt? Zal mij een bos zijn, maar wij kunnen beginnen. Nou, Rijn. Oh, prachtig. Lekker droog. Maar Rijn die interesseert het geen reet. Ik ben echt geweldig. Het zal mijn worst zijn waar zij zich bevinden. Ja. Duidelijk verhaal, lekker kort. Ja, precies. Ja. En toch bedankt voor je reactie. Toch, het is toch leuk. Maar hey, omdat jij zo verbaasd was. Zo'n grof gebek ben jij eigenlijk, zeg. Ik hoor Brabant, hè, dat is alles kut, weet je. Dat is echt zo. Het is zo. Zeg, wat was ook weer een kut. Wat was dat ook alweer? Tot de mondag. Oh, dit was het voor vandaag. Nee! Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. En wil je meer van ons zien? Nee, dit gaat niet goed. Like dan beneden en abonneer goed. Nog een keer. Jij weer. En zien. Ja. Bedankt voor het kijken. En vond je het leuk? Vergeet dan niet te abonneren en een goede duim te geven. Doeg, tot ziens.